Dus jouw naam? Guido Mommerstee. Guido Mommerstee. En woon jij in Vlijmen, Heusden? Waar? Nee, ik woon in de Mos tegenwoordig. Oh. Ja, ik kom uit Vlijmen eigenlijk. Maar inmiddels alweer een aantal jaar woonachtig in de Mos. Oké. Okay. Ja, ja. Kwam je wel eens bij een braai? Ja. Guido, hoe kwam je op het idee om hier, doe je het al langer? Ja, ik doe het zeker al langer. Vanaf 2003 denk ik ongeveer. 2003 al? Ja, en dan dat begint onschuldig en dat bouwt zich op. En op een gegeven moment krijg je ook weer, hoe langer je doet, hoe beter je wordt, hoe meer vraag je krijgt door onder andere dit soort projecten om dingen te doen voor anderen, zeg maar. Ja. Dus zo is dat eigenlijk ook gekomen. Via via zijn ze bij mij terechtgekomen en ben ik benaderd om meer mee te doen. Leuk. Ja. Ja. Hey, gaan wij niet om spuiten? Nee. Lekker dokter. Ja. Oh, dan moet je hier pas niet pak deze maar. Als jij nou, Guido, hè? Ja, Guido. Als jij hem uitlegt. Zo, hem over de muur. Ja, ja. Jij even spuiten, zoals je net deed. Ja, kun jij zorgen dat je mijn lens ziet? Ja. Doe maar, spuiten. Maar echt, hè? Dan zie je zie dat je niet goed hebt spuit. Ja, dan moet je ook spuiten. Ja, natuurlijk. Je moet heel netjes hier een lijntje uit. Jij lens opzoeken, Guido? Ja, hier zo'n lijntje. Oh. Moet ik jou ook echt aankijken? Of, Nee, niet dat een lijntje. Dus je bent naar de Bos gegaan, maar je hebt vroeger in Vlijmen gewoond. Ja. Word je ook ergens anders uitgenodigd om deze muurschilderingen te doen? Waar ben je al geweest, zeg maar? Ja, best wel veel plekken. Ik heb heel veel voor het RKC-stadion gedaan. RKC? Ja, Waalwijk. Leuk. Plaza Padel in Waalwijk. Oh ja. Heb ik voor Budbier heb ik daar iets mogen doen. Ja, ooit een keer een attractiepark mogen doen. Attractiepark, waar was het? Ja, ergens boven in het land. Oh. Dat was een klein dingetje. Oké. Okay. Even een Bos een keer iets kleins voor de sporters. Oh, leuk. Net naar onder gaan, zo. Helemaal. Ja. Dat is mooi. Ja. Oké, hi hè. Guido, ziet er mooi uit. Ja? Ja. En leuk met die jongens ook hier net, hè? Ja, zeker. Was gezellig, hè? Was leuk. Ze deden allemaal leuk mee. Allemaal heel enthousiast. En dat werkt gewoon super. Ja, kijk, mooi. Als mensen niet vooruit te branden zijn, dan is het wel lastiger om ze aan te moedigen. Ja. Maar omdat je nu gewoon een select groepje hebt en niet te veel mensen, kun je gewoon kun je focus op iedereen leggen. En zie je gewoon dat iedereen heel erg enthousiast is. Ja, dus, dat is zo fijn. Heel leuk. Fijn. Ja, zeker. En ik weet wat ik ook leuk vond, is dat Jeroen van den Bos. Wethouder eventjes kwam, hè? Ja. Ja, van gemeentebelangen is hij, maar goed, hij is ook wethouder natuurlijk in de gemeente Heusden. Heel leuk dat hij eventjes kwam kijken ook, hè? Ja, dat is toch fijn dat er ook belangstelling is vanuit die hoek. Ja. Dus het is heel fijn dat ze nu wel terugkomen en hier ook zijn en laten blijken dat ze het ook echt wel tof vinden. Ja, heel leuk. Maar ook, vooral dat ze zien ook wat de meerwaarde daarvan is. Ja. Ja. Dus dat ze, je trekt de kinderen toch van de straat af. Ik denk dat het in deze tijd wel heel belangrijk is. Dat ze nu weer, het heeft heel de middag geregend. Ze zijn allemaal doorgegaan. En niet van piepen naar binnen. En wat ze normaal misschien zouden doen om achter de tv te gaan kruipen. Ja, precies.
En ook leuk Brabants Dagblad. Ja. Ook leuk, hè? Ja, ja. Nou, een interview gehouden, hè? Maar het is goed dat er wat reuring aangegeven wordt. Ja. Weet je, ja. Dan komt het toch weer bij wat meer mensen terecht ook. Als mensen zeggen van, hey, ik heb een bedrijfspand ergens, ik wil ook een muurschildering erop. Projecten weer met kinderen ergens, weet je wel. Ja, je maakt ze toch weer enthousiast. En ook voor als er bijvoorbeeld weer bij een jongerencentrum een legale muur zou moeten komen. Waar ze dus vrijblijvend altijd terecht kunnen. Want dat waren de geluiden ook. Van, ja, die van ons die wilde eigenlijk al veel langer. Maar ja, wij weten niet waar dat kan. Nou, als je dan één zo'n muur hebt in de gemeente waar je gewoon vrij je gang mag gaan. Dan kan zo'n ouder ook gewoon soort van ontzorgd hun kind daarheen sturen. Ja, ja. In plaats van dat hij ergens weer onder een brug staat kalken. Dus. Mooi. Ja. Mooi initiatief, Guido. Heel leuk. Ja, het is niet per se van mij het, hè. Het is vanuit de ARK. Ja, maar jij doet toch dit. Ik heb er graag aan mee. Ja, precies. Steeds aan mij. Jij bent toch de kunstenaar die zorgt dat het voor elkaar komt. Ja, ja, uiteindelijk, ja. Ja. Maar we doen het samen, hè. Ja. Maar ik zeg al, ik vind het mooi dat ik er aan mee heb mogen werken. Ja, precies. Ja, Dit is in de buitenkant. Ja.